dit is echt wel uniek dat je zo twee mooie dikke baarzen vangt op hetzelfde moment. En dus jouw eerste vis op een Carolina rig. Ja, weer een dubbelvangst. Jij was nog aan het onthaken en ik kreeg die aanbeet. Goedemorgen roofmeisjes, we zijn hier op een mistig ochtendje aanbeland op een heldere zandplas. Ik heb hier de boot van niemand minder dan Luc Koppens vast. Wat een eer om met hem te vissen weer. We gaan voor de grote baars. En nog specifieker, we gaan met populaire technieken vissen. Dan heb ik het over de Carolina rig en de Texas rig. Ja, daar wil iedereen alles van weten. En wie anders kunnen we daar alles over vragen dan Luc Koppens. Dus we gaan er echt een vette dag van maken hopelijk. Zo Luc, je bent nog een beetje de laatste puntjes op de i aan het zetten voor de visserij vandaag met de Carolina rig. Ja. Kun je misschien ondertussen iets uitleggen over het water waar we op gaan vissen? Ja, het water waar we op gaan vissen is een zandput, zeg maar. Een grote put die in verbinding staat met de Maas, met de rivieren. En dat zijn heel dikwijls goede locaties. De baarsen die zitten in de zomer heel veel op de rivieren. Ja. En in de winter trekt hij toch wel wat samen met de aasvissen naar die zandputten in de diepte. In de luwte waar geen stroming is. En, ja. Okay. En ook die zandplassen die zijn dikwijls helder, omdat het allemaal kan bezinken. En daar houdt de baars wel van helder water. Zichtjagen natuurlijk. Ja. En typisch voor baars is dat die meestal niet op die diepe plaatsen gaan liggen. Snoekbaars bijvoorbeeld op die zandplassen die gaan makkelijk op 15 tot 20 meter liggen. Ja. En daar wil ik niet op vissen, want het is slecht voor de toekomst. Nee, dat gaat allemaal kapot. Ja? Maar baars die gaat toch wel van die omtypes. Je kan zelf nu baarsen verwachten op dieptes hier, op die plassen van 2 meter. Nee joh. Ja, echt waar. 2 meter? 2 meter en je ziet ze niet op de diepte meter, want dan op die diepte meters heb je niet zoveel aan op dat hele ondiepe. Ligt ze echt strak tegen die bodem? Ja, vrij strak, maar op 2 meter heb je weinig van een diepte meter. Op de sides kan is het heel moeilijk om ze te zien. Ik hoor altijd van die fantastische verhalen van mensen die zeggen, ik kon ze zien op de sides gaan, maar dit valt echt niet mee. Maar ja, als je veel fantasie hebt wel. Ja, okay. Maar goed, je kan ze verwachten op dieptes tussen de 2 tot en met 7 meter gaan ze ongeveer zoeken. Okay. En daar schouwt echt wel van de tondiepe. En ik denk dat ze dan jagen op kreeftjes en zo. Ja. Er zitten veel kreeftjes op dat soort plassen. Ja. En dat ook wel een van de redenen kan zijn dat de Carolina rig het heel goed doet. Omdat die vissen echt op kreeftachtige azen. En met de Carolina rig vis je heel veel tegen de bodem. Ja. En zoals we al eerder tegen elkaar gezegd hebben, van je hebt natuurlijk een aasje zonder loodkop. Dat heel makkelijk binnengezogen wordt. Ja, want er zit helemaal geen gewicht aan het aas zelf. Er zit geen gewicht aan. En ik sta er echt van te kijken hoe lang dat ze dat aasje binnen houden. Ik heb al een paar keer geprobeerd voor 4-5 seconden te wachten. Gewoon expres wat langer wachten. Ja. En dan nog, als je aanslaat, dan nog ze die gewoon heel, heel mooi haakt. Ja. Oké. Okay. Dus ik kan niet wachten, Luc. Interessant. Hè? Let's go, man. Zo, we zijn op de eerste stek beland. Ik hou me nog even gedijs. Ik ga eerst maar eens even kijken hoe Luc dat precies gaat doen. Hè, met iemand als Luc. Ja, moet je niet echt door de mand willen vallen. Dus eerst even een beetje afkijken en dan ga ik zelf een poging wagen. Luc, ga eerst even een beetje afkijken. Ja, ik heb hier nog nooit mee gevist met de Carolina rig. Want je gooit net in. Ik denk dat je vlak voor het neerkomen op het water sowieso even afstopt, zodat het mooi gestrekt neerkomt. Of hoeft dat nog geen eens? Ik gooi in, naar de tondiepe natuurlijk. Ik denk dat daar een meter of 3-4 is. Ja. En het is heel dankbaar weer, want er zit weinig wind. Met veel wind is het lastig. Heel dankbaar weer, wat mooi gezegd. Ja, ja. Vooral het dankbaar is dat er niet al te veel wind zit voor deze techniek. Ja. Je krijgt geen grote bocht in de lijn. Dus, de kunst is eigenlijk van met het tungsten loodje de bodem te voelen. Ja. En dan eigenlijk korte stop-and-go vissen. Zodat hij even het loodje opheft en een halve meter vertrekt. En heel even wacht. Die shad valt na, zeg maar. Heeft een heel lang zweefmoment. Want die zinkt eigenlijk alleen maar op het gewicht van de haak. Van de haak, ja. Dus we hebben het al eerder gezegd, ze zuigen het heel makkelijk op. En sommige aanbieders zijn echt tok op die hengel.
Ja, dan kan je maar beter gelijk slaan. Want ja, de vis, als jij die vis zo hard gevoeld hebt, heeft de vis jou ook zo hard gevoeld. Dus dan gaat hij hem niet nog dieper inzuigen. Dan kan je maar beter snel zijn. Dan kan je maar beter gelijk goed slaan. Die hengels zijn afgebouwd met een vrij gevoelige zachte top, maar met heel veel body. En super mooi om te drillen, maar ook belangrijk, redelijk hard om de haak te zetten. En dat is nodig met die offset haak. Ja. En kijk, ik ben nu de eerste worp ingevist, binnengevist zeg maar. Doe ik een nieuwe worp. Gooi ik hem in, laat ik hem helemaal naar de bodem gaan. En zo vis ik eigenlijk heel rustig binnen. En het mooie van deze techniek is, in vergelijk met bijvoorbeeld met loodkop, met loodkop zijn de bodemaanrakingen, maar heel even. Dit raak je soms langer de bodem en kan je ook voelen, zit ik bijvoorbeeld op een mosselbank of zit ik op gewoon zand, je voelt het. Ja. Sleept, met momenten sleep je gewoon dat loodje gewoon over de bodem. En daarom is subtunction ook zo fijn, daar voel je nog meer dan met lood, zeg maar. Inderdaad, ja, dat is echt dag en nacht verschil. Oh ja? Dat kan je niet geloven. Okay. Tungsten is vrij duur. Schrik niet als je voor twee loodjes van 10 gram 9 euro betaalt. Nee, zoiets, ja, echt waar. In principe verspeel je niet zoveel, maar als je er eentje verspeelt, is het wel zuur. Ja, 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 ja. Maar wat jij nu doet, sleep je het loodje over de of het tungsten? Ik probeer het wel, maar soms gaat het taluut vrij scherp van 3 naar 5, 6 en dan krijg je wel een stukje vrije val natuurlijk. Oké. Okay. Maar dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Dat hoeft niet erg te zijn, maar wat je makkelijk doet met een Carolina style vissen is te snel vissen. Hoe trager, hoe beter. Maar je moet ergens de middenweg vinden. Want als je te traag vist, vis je ook heel weinig water af. Ja, 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 precies. Heb je eenmaal een goede stek gewonnen, dan is het goed om een paar worpen heel traag te vissen. Dan kan je echt die moeilijke vissen over de streep trekken. Maar dat is natuurlijk het moeilijke van een goede stek te vinden. Want als je heel traag vist en je weet niet of dat een goede stek is, dan doe je er ook heel lang over om die vis te vinden. Dat gaat ten koste van je vertrouwen. Dat gaat ten koste van je vertrouwen. Dat blijft wel een belangrijk element. Zo, Luc, mooi stek, maar nog geen vis. Nog geen vis. Het zal straks maar zomaar anders zijn. Maar ja, ik kom straks nog eens even terug en ik heb nog een paar stekken in gedachten. We gaan nu een klein stukje varen. Okay. Even een andere strook bevissen waar ik vorige week niet gevangen heb. En okay, dan ondertussen heb je even een beetje het gevoel en de techniek dat we aan het doen zijn. Ja, het is wel echt apart. Het is apart, het is totaal anders dan met de loodkop. Ja. Het is meer met het loodje in de buurt van de bodem blijven en soms ook de bodem schrapen, een beetje afwisselen. En maar het is wel het mooie, je krijgt wel echt een idee van die bodem daardoor. Je krijgt veel meer gevoel bij de bodem, ja. Oké, okay. Nou, kijk of de nieuwe stek. En nu zeker omdat het nog vrij weinig wind is, wil ik nu toch even naar een plek gaan die ik goed ken. Ja. Vooraleer dat er te veel wind komt. Wat is toch het mooiste vanuit een stille boot met Carolina rig te vissen. Ja, want het is ook een super goede techniek voor vanaf de kant te doen. Heel veel mensen doen het met een waterbak. Lopen die zandplassen af en gooien daar echt de talutjes af. Oh ja, okay. Wordt heel veel gedaan tegenwoordig. Vroeger zag ik nooit iemand op die zandplassen. Nee. Nu zie ik bijna elk weekend wel. Zijn die jongens van de vistechnische dienst geweest natuurlijk. Ja, mooi, doen een goede job. Zo simplist, die hebben dat heel mooi gepromoot. Ja. En dat werkt aanstekelijk. Ja. Iedereen springt op nu. Ik is al heel lang op baas, maar ik zie nu heel veel mensen op baas vissen. Ja. Het is ook zo mooi dat het echt weer eens een techniek is die dat niet zozeer een hype is, maar gewoon dat het echt toegevoegde waarde heeft. Kijk, het komt uit Amerika. Ze hebben het goed opgepikt en ze zijn ermee beginnen vissen en mee beginnen experimenteren. Ze hebben er tijd in gestoken en ze promoten dat heel mooi. Ja. En dat is een goede zaak voor de hengelsport, als ze mij vragen. Dan mogen ze alleen maar dankbaar zijn. Ja, zeker weten. Ja. Cool. Nu even een andere stek. Ja. En waar ik wel naar probeer te kijken is stekken met een mooie structuur. Het is niet altijd zo dat de beste stekken zijn, want soms liggen die bazen echt gewoon op een kale bodem. Dat is heel gek. Maar hier is iets meer structuur en ook wel wat mosseltjes op de bodem. En daar liggen ze ook wel graag op. Dus die mosseltjes, denk ik, dat de kreeftjes ook heel makkelijk zichzelf kunnen wegsteken en dat die baas dat wel weten. En dat wordt een tweede poging, de nieuwe stek nu. De eerste aanbeet is een feit. Fantastisch. Waar de aanbeet, Lu?
Nee, het was een heel subtiele aanbeet, echt een klein tikkie. Dus ik wacht even anderhalve seconde, zeg maar. En dan kreeg ik weer een klein tikkie. Dan wacht ik nog een seconde en toen zet ik de hak en twijfel even. Maar soms zijn ze zo subtiel, die aanbeten. Hè. Dat maakt het echt wel mooi, hè. Dus echt verslavend. Eerste unit, hè? Eerst eens binnen, jongens. Je ziet het kunstje, als je heeft helemaal binnen gezeten. Dat is echt een subtiele aanbeet, hele fijne tikjes. En het zou een begin 40er zijn, denk ik, een 2,43er, denk ik. We kunnen hem even meten. Ringt die zit helemaal opgevouwd. Fantastisch. De eerste is binnen. Yes. Mooi, hè? Zijn net, hou je maar klaar. Ik voelde een klein tikkie. Kikken. Mooi of niet, Sjoerd? Ja, dat is geweldig. Precies wat jij zegt, zo echt een beetje knabbelen en opeens... Ja, 1-0 adrenaline. Ik heb een schildje, Sjoerd, met 2 baarsen in het. Ja. En daar zit er nog eentje dan. Kijk eens hier. Hartstikke idee. 2 mooie dikke baarsen in het net. Hey, het is voor een... Lekker, jongen. Een topmoment. Volle broed. Wat een gekke huis, Luc. Dit is er al. Kijk dan, joh. Echt super, super. Hoe groot super. Zijn deze vissen, joh? Ja, voor dit mij zijn, is... dus, ik denk, we zullen ze zo meten voor de zekerheid, maar ik schat ze rond de 45. Man. Maar je ziet ook een groot verschil van kleur. Van die van jou die is bleek en die van mij is donker. Ze komen van dezelfde stek op bijna dezelfde moment. Ja. Dit is echt wel uniek dat je zo 2 mooie dikke baars vangt op, op hetzelfde moment. En, dus jouw eerste vis op een Carolina rig. Ja, ook dat. Ook dat nog. Dus, en dan 2 van de winkels. Weer een speciaal moment. 15 jaar geleden of zo ving jij bij mij in de boot een 50er. Je record. Ja. En nu hebben we weer een speciaal moment. Ja. De cirkel is rond, Luc. Nou, nog niet helemaal. Nee. Hoop ik. Net op een ander stek, een eerste worp. Ik denk, ik sleep hem 2 keer over de bodem en gelijk een goede aanbeet. Ik denk ook dat het een leuke vis is. Ook, ik voel 100% duidelijk dat het een baas is. Kijk eens aan. Mooie stekelridder. Ik zat lekker van mijn broodje ei te genieten. En toen was het weer raak voor Luc. En jij stond even te vissen, Mark. Ja, klopt. Ik had hem nog niet binnengedraaid, maar dat ga ik nu maar even doen. Eet jij nog maar rustig door. Nee, ik ga vissen. Lekker jongen, hè? Mooi man. Prachtige vis. Dus 48 is super lang. Ja, dit is de mooiste van vandaag. Een mooie bak, dit is de kers op de taart. Het is een mooie 48er. Helemaal agressief. Is echt kwaad. Dat zie je, zijn vin staat helemaal mooi recht bovenop.
Het was ook een vinnige tik, hele mooie beet. En toen ik aansloeg voelde ik het al, dat het een echt een gewicht en massa was. Mooie drill ook. Dit is zo kicken en ik denk dat dit paars nummer 6 of 7 is al vandaag. Ja, ik denk het wel. We hebben echt een topdag. Maar dit is echt de allermooiste tot nu toe. Ze waren allemaal mooi, maar dit is echt mooie. Een beauty. En die is echt kwaad, je ziet het. Hij zet tegen zo omhoog van kom niet in mijn buurt, want ik zal je hebben. Ja. Ik blijf het mooi vinden. Super, super, super. Het is hier fantastisch. Wat een weer, jongens. Jullie hebben een speciale hengel ontwikkeld voor deze vistechnieken? Ja, inderdaad. We hebben dus verschillende hengels voor de Tex Carolina style gemaakt. Omdat ook die techniek in Zweden zeer populair is. Okay. In Zweden is het zeer veel baars. Dat weten wij minder als Nederlanders, maar hier is het zeer populair. En mijn collega's ook daar, die vissen echt al jaren gericht op baars met deze technieken. Oh, echt? Oké. Okay. Ja, echt. En we hebben een serie in de W3. De W3 is eigenlijk de instapreeks. En ik blijf het zeggen, in die W3, dat zijn echt tophengels voor hun prijskwaliteit. Persoonlijk vind ik ze te goedkoop voor hetgene dat ze te bieden hebben, maar dat mag, dat is niet erg. Als je dit hengeltje ziet, die kost 99 euro. Als je dat ziet wat je ervoor krijgt, is gewoon een fantastisch mooi hengeltje. Een mooie body erin, een heel gevoelige top, jij kan het weten, je hebt er verschillende mooie vissen op gevangen. Ja, klopt. Dus echt gemaakt speciaal voor die visserij. Wat is belangrijk voor die visserij? Hè? We vissen dus met die Carolina rig. Wat is qua actie belangrijk voor een goede hengel? Ja, dus dit werk. En zeker met die Carolina rig voel je veel over de bodem. Je voelt veel, soms voel je zachte bodem, harde bodem en meestal is het op harde bodem iets beter. En je voelt mooi op die top de registratie van harde bodem. En ook die subtiele aanbeetjes die je soms krijgt, echt een tikkie. Ja, en die moet je, weinig, dat is heel weinig, belangrijk om die te voelen. Ja, te weinig om op aan te slaan. Je voelt het, en je kan heel even wachten. En binnen de 1, 2, 3 seconden voel je een tweede tikkie. Dan weet je, dit is vis. En dan kan je echt goed die haak zetten. Hè. Dus dan heb je echt die body van die hengel nodig. Dus er zit ook echt ruggengraat in. Er zit heel veel ruggengraat in. Maar wat ik wel mooi vind van deze hengels is, kijk, voor een baas van 40, 45 heb je er ook nog sport aan. Het is geen stijf pook. Nee, helemaal niet. Het is heel leuk. Net wel gemerkt. Ja. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dus je moet ergens de middenweg vinden. Dus een bepaalde stijfheid in de body, maar ook nog gevoel en mooie. En je moet nog mooi kunnen drillen, want baas is natuurlijk geen 7 kilo. Nee, hè? Ja. Was het maar zo'n vis, hè? Hey, nog even snel over de rest van de setup. Een maatje, welke? Dit is een Stradic molen van Shimano. Dus er zijn twee types Texas Carolina style hengels van de W3. Ja. Je hebt een 21 gram. Wij zijn nu met de 21 gram aan het vissen. Ja. Er is ook een 15 gram. En niet overal zijn de bazen 40, 45. Je hebt ook plaatsen waar je mooie bazen van kan. Voor de street fishing bijvoorbeeld. 30, 30, 35 centimeter zijn. Ja. Dan kan je ook met die 15 gram heel goede sport beleven. Dus twee types. Wat ik mooi vind is er gewoon een in dit geval de 2500. Dat is een mooie combinatie. Gevlochten lijn. De gevlochten lijn die ik gebruik is meestal zo rond de 1200ste, 1200ste, 1400ste, 1400ste vind ik soms iets te licht. Als je een mooie vis aanslaat. Ja, je geeft er toch wel wat power aan natuurlijk. Ja, dat kan wel eens risico zijn, dus 12 en 1400ste gevlochten lijn. En dan op het laatst doen we een stuk van fluorocarbon van tussen de 30 en de 3400ste. Die wel goed. Oké, top. Nou ja, dan weten we in ieder geval waar we mee aan de slag moeten als we met de Carolina rig willen vissen. Hangen. De kroning van de dag. Oh, wat een heerlijk gevoel. Ja? Ja. Jij vroeg als karpenvisser wel eens waar is het om te doen bij roofvissen. Nou, dat is deze drill trouwens ook wel. Maar dit voelt heel goed, dit gewicht. Mooi net pakken. Rustig aan, hè? Niet verspelen. Nee, rustig. Kijk hoe die gaat. Peacock bass dit. Kijk dan joh. Zo. Oh man. Die aanbeet alleen al Luc. Nee joh, dat is geen palm. Het maakt me echt geen ene reet uit. Dit is waanzinnig. Dit is echt prachtige vis. Prachtig. Kijk die kleuren. Diepgeel. Knalrooie vinnen. Kijk die bek joh. Ja, dat vroeg jij net morgen. Gaan die haken daar wel in? Ja, daar gaan die haken wel in. Man. Dat ze zo groot kunnen worden. Prachtig. 49. Hoi.
Luc, wat doe je? Ja, ik kreeg net ook een raambeters. Doe jij maar even dit net dan. Oké. Ja, die is iets kleiner, maar... Wat is dit? Hey, ongelooflijk, mannen. Super, super. Wat een topdag. Jongen. Gewoon 49 centimeter en Luc pakt er nog eentje bij. Moet je kijken, man. Luc, dit is niet normaal. Dat is niet normaal, hè? Hoeveel is die? 49? Ja, deze is 49. Deze is 47. Dus ja, weer een dubbelvangst. Jij was nog aan het onthaken en ik krijg die aanbeet. Het is twee keer dat we een dubbelvangst hebben vandaag. Niet te geloven. Ik denk dat we nu 9 of 10 bazen hebben en een paar gemist. Het is formaat, Luc. Dat is zo niet normaal. Ja, het is echt prachtig. Oh, man. Je ziet die Carolina-style, die werkt echt. Ja, ik wilde net zeggen, is het een hype of is het van toegevoegde waarde? Ja. Nou ja. Je bent overtuigd, hè, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dat is de slotsommer over mij. Dus Carolina-rig, dat is de bom gewoon. Mooi, man.